Hoe verspillingsvrij ben jij? Dat is de campagne die we gelanceerd hebben om mensen meer bewust te maken van de hoeveelheid verspilling, maar vooral het terugdringen daarvan. In Nederland verspillen we tussen de 1,7 en 2,5 miljoen ton aan voedsel, aan goed voedsel, door de hele keten. Dat is een rij vrachtwagens van Nederland naar Spanje, volledig gevuld met voedsel wat prima eetbaar is. Als consument ongeveer 41 kilo per persoon per jaar en in die keten zelf ook nog eens 100 kilo. Nou, daar kun je van alles aan doen. De oproep is ook, hoe ga jij in je profielwerkstuk hiermee aan de slag? De basis is eigenlijk altijd hetzelfde. Zorg dat je een doel stelt, zorg dat het meetbaar wordt en ga aan de slag met je acties. En dat kan klein en groot zijn, dat kan gericht zijn op consumenten, kan gericht zijn op bedrijven, maar dat principe werkt eigenlijk altijd. Wat zijn de oplossingen tegen voedselverspilling? Zorgen dat vanaf de beginketen alles wordt verwaard, dus alles wordt gebruikt om het voorkomen, reduceren en uiteindelijk het maken van mooie producten van onvermijdbare voedselverspilling. En terug vanuit consumentenredenerend, als je datgene produceert en maakt wat je perfect en precies nodig hebt, dus maak het personalized, kun je die hele keten zo inrichten dat er precies de juiste hoeveelheid voedsel wordt geproduceerd. Dat zijn de basisoplossingen tegen voedselverspilling. Lossen we het op, de doelstelling is het halveren in Nederland met Samen tegen voedselverspilling, dan leveren we ook een enorme bijdrage aan klimaatverandering tegengaan, want 6% van onze klimaatuitstoot is geproduceerd om voedsel te maken wat anders niet wordt benut, wat wordt verspild. En denk aan de hoeveelheid water die gebruikt is om al het voedsel geproduceerd. 3 keer de inhoud van het meer van Genève wordt gebruikt om voedsel te produceren wereldwijd, wat uiteindelijk niet wordt geconsumeerd. Dus het is zonde van het geld en het heeft ook allerlei negatieve sociale en ecologische impact. En daar kun je concreet iets aan doen.